Holy shit, dit is fucking vet, Giel. Ja, wat vonden jullie ervan? Ja, heel cool. Hey kijkers, Michael Sturms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe City Builders! Vandaag gaan wij werken aan het project van Eva. En die gaat een Chinese stad maken. Mij zul je wat vaker ondertussen zien helpen bij andere projecten. Dat vind ik namelijk super cool om te doen. Iedereen heeft zo zijn ideeën, dus probeer ook elkaar daar te helpen. En aangezien we toch veel Eva mij ook helpt, vind ik van, nou, af en toe mag ik ook haar een ideetje meegeven. Dus vandaag ben ik niet alleen, ik ben vandaag samen met Giel en met Eva. En wij gaan beginnen aan het bouwen van iets moois hier. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké! Okay. Nee, we willen trouwens wel wat dingen weg gaan geven. Of althans, we willen ook mensen mee laten spelen. Wat moet je daarvoor doen? Even @TDT-server volgen en daar jouw idee gaan droppen. Mocht je dat gedaan hebben, dan gaan we daar gewoon mee bezig. En dan... Bam! Schat, waarom sta je stil? Oh, ja. Ik had, niks. Oké, ik vind op zich dit wel een heel mooi beginstuk hier. Eigenlijk bij het water. Kijk, want hier zit zo'n riviertje. Oh. Ja, doet stoms. Oeh, dat is wel cool. Kijk, hier heb je zo'n riviertje eigenlijk wat naar beneden stroomt. Dus op zich lijkt me best wel mooi om hier eigenlijk je stad te bouwen. Dat moet ja, sowieso... ik zal hier wel het gat hier opvullen. Ik wou net zeggen, hier moet even een laag in. Ik kan eventjes een beetje terraformen. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat we kunnen doen. Kijk, hier zit al een stuk flink wat water. Je hebt varkens in je dinges. Hier heb je op zich een mooi stuk wat je aan kan gaan bouwen. En ja. Holy chips, de wereld is echt super nice met laden. Heel mooi. Ik heb wel alle heel mooie ideetjes en zo. Ja, oké. Okay, dus, nou vertel, luister hè. Met nou, welke blokken wil je bouwen trouwens? Dat had ik laatst ergens allemaal neergeplaatst. Ik zal het met bol en alles gaan doen. Dus ik ook. Ja, of stone clay, ja. Ik dacht clay. Stone clay kan ook. Bol is een beetje raar. Bol is echt wel hoor. Is echt mooi hè. Ik kan niet zo praten joh. Is het bol toch lelijk? Nee. Ligt eraan hoe je bouwt. Ja, ik weet niet. Giel, ken je het spelletje World of Warcraft? Oh my god. Ik ken het, maar... Een beetje die stijl van Mr. Pandaria. Zoiets, wil ik. Misschien voor de mensen die het weten. Ja. Maar ik heb daar wel van wat foto's bij elkaar gezet. Soort van story... Ja, niet storyboard, wat zeg ik nou? Maar niet uit. Doe het niet toe. Een beeldboard, laten we hem even zo noemen. Ja, dat. Ik was dat vergeten. En... Ja, gewoon veel hoge bergen en ja, ik snap het je veel rood. Ik zie het ook. Ik zie het ook. Ik heb het vooral gegoogeld. Ja. Aha. En ik snap wat je bedoelt. Dus. Dus ja. Ik zou zeggen, wat wil je als eerst maken? Een huis? Neem ik ja, aan. Gewoon een begin. Wat jullie ook hebben met de boom, wil ik ook een begin hebben. Het hoeft geen boompje te zijn. Dan zou ik een mooi groot Aziatisch huisje maken. Dat huis, gewoon heel groot. Ja. Dat daarmee... Maar wil jij dingen ook met de bergen gaan connecten? Want dat is mijn gevoel heel erg dat je dat wil. Ja, dat wil ik ook. Oké, maar vertel verder, want wij luisteren. Wij zijn nu jouw slaafjes. ik wil ook plekken waar zeg maar alleen landschap is. Dus echt Aziatisch, waar ze gewoon gekke landschap. Riviertjes, dat soort dingetjes. Ja, en van die weilanden. Ja, dus natuurlijk ook heel veel connecten met bergen en heel veel bruggetjes. Ook al een beetje een soort van bonsaiboompjes. Dus alle boompjes die moeten ook eigenlijk weg. En die moeten custom gemaakt worden. Ja. Dus nou, dat wordt brusje, dat is niet zo'n probleem. Nee. En want ik wil ook een draak, wil ik ergens. Dat is wel vet. Ik wil van die, cool. Ik wil van die pilaren en daar de draak omheen. Oké, cool. Dus, ja, dat is wel vet. Dat klinkt heel goed. Giel, ik heb hier in ieder geval wat jij net hebt geworld. Dat heb ik in ieder geval de rest omheen even... Netjes. Gelandscaped. Gelandscaped. Gefixt. Had ik al verteld hoe wij de volgende gaan uitnodigen trouwens. Voor, ja. Ja, dus vergeet dat niet te doen hè. Link staat bovenaan in de beschrijving. Ik wil het toch graag even onder de aandacht brengen. Omdat ik heel veel toffe ideeën voorbij heb zien komen in de reacties. En wij willen ook gewoon een goede uitdaging hebben. Dus stuur ook even jouw bouwwerk mee wat je al hebt gedaan. Of wat je in gedachten hebt. Zo van, je zal vast misschien wel wat bouwwerken hebben. Ja, die je zou willen bouwen met je toffe idee. Trouwens, geen neppe foto's sturen. Dat hebben we al vaker gezien. Dat trappen we niet meer in. Giel kent bijna alle bouwwerken. Tegenwoordig hebben we internet. En, Giel kent heel veel bouwwerken uit zijn hoofd. En als we zien dat je helemaal niet kan bouwen, dan weet dan wordt het gezien als liegen en dat is niet zo netjes. Nee, maar op zich, als iemand niet kan bouwen, is het niet zo erg, weet je wel. Nee, dat is niet erg, maar ga niet liegen. Je kunt het altijd leren, maar... Ja, inderdaad. Maar meestal heeft diegene dan het gelogen dan met bouwen, dat met een foto, dus...
Ah. Oké, okay, ik heb hier in ieder geval wat gelandscaped. Wat wil je het in de stijl van gras? Want kijk, mooi is, je hebt nu hoge bergen, maar hoe wil je het verder doen? Ja, gras en veel watergebiedjes en zo. Sowieso gras. Ik wil niet zoveel stenen op de grond hebben. Hé, hey, kijk waar ik mee bezig ben, mevrouw. Ja. Goed, op zich toch? Een klein beetje steen is niet zo lelijk, hoor. Nee, maar ja. Dit vind ik zo'n mooi riviertje, dit. Ja, dat is mooi, hè? Deze is echt schitterend bedacht. Wow, I love it. Hey, moeten wij je even helpen, Giel? Mag, maar dat ik ben lijkt voornamelijk echt super, aan het wild uit. Dit lijkt super veel plastic wat ik serieus voor me heb. Super cool. Nice. Op zich, dit wat Giel doet is niet zo moeilijk. Nee, klopt. Oh. Rekt. GG. Ja. Lul, ik was je aan het helpen, verdorie. Oh, je deed tegelijk. Nee, Giel die world edit dat gewoon. Oh, zo zie je maar dat, dat ik dit niet zo uit mijn hoofd kan. Wil je deze berg hier laten staan, Giel? Of staat hij in de weg hier? Waar? Deze? Nee, die is goed zo, joh. Op zich een mooie doorgang er doorheen zou wel nice zijn, schat. Doorgang? Ja. Ja, niet? Ja. Dat kan. Misschien moeten wij even wat dingetjes gaan designen, schat. Gaan we dingen, wat dacht je van... Pak even bol en ga even dingen uitplannen. Ja, wat dacht je van eventueel maken van lantaarns? Noem het allemaal op. Ja. Wacht. Ik ga misschien... Anders is het ook wel handig dat we even blokken en zo lijst met blokken... Ja, hey, wil je dat idee niet gaan jatten? Jawel. Oh mijn god. Ja, wel grappig. Ga ik hem even hier naar boven. Oh, dat vind ik nu zo gemeen al. Wat? Mijn ideeën jatten. Nee. Oh. Kijk, Giel. Wat ik dit gaan doen. Wacht, schat, dan kunnen wij samen doen, de blokken uitkiezen. Nou, ik ben nu even een. Ik wil er wel bol in. Een soort van tunnel voor jou. Oké, jij wilt er bol in? Oké. Nee, witte bol. En jij bent tenslotte de bouwer, dus. Dat is waar. Ik weet het niet altijd hoe dat dan moet. Je moet ook gewoon van die mooie doorgangen maken. Dat vind ik echt schitterend. Echt zo'n. Wat onder de berg loopt, maar waar wel wat pilaar in zit, maar wel zo'n mooie ronding heeft. De woorden die je gebruikt. Schitterend. Wat? Ja, dat is toch ook? Ja, maar hoe je dat allemaal gebruikt. Game mode 3. Oh, lol, ik was er ook al gewoon bijna. Oké, gaat het goed met plannen? Ja, kijk maar. Ik ga hartstikke goed. Ik ben nu even een beetje een ruimte aan het uithakken waar ik ongeveer een tunnel in wil zien komen. Ja, jij moet het goedkeuren, hè? Ik neem gewoon eigen initiatief. Ik ben nu de regisseur hier. Eva de regisseuse. Kijk, aangezien dat huis dicht op de bergen staat, lijkt me super cool om hier wat in te doen. Ik wil denk ik ook hier op dit plekje wil ik een leuk bruggetje. Nou ja, ik zou zeggen plannen. Dat zijn dus van die dingen die je uit moet plannen en dan een naambordje erbij zet van hier moet dit komen, of hier moet zus komen, of hier moet zo komen. Van, je kunt het beste met kleuren wol aangeven. Ja. Oké. Oké. Kijk, hier moet een doorgang doorkomen, schat. Oké. Dit is wel vet hoor, Giel. Ja, je hebt nog geen idee wat het wordt, joh. Jawel, ik heb echt wel een idee wat het wordt. Dit is zo'n plateau en dan komt hier een trap omhoog. Kijk, mijn ding komt perfect uit, Giel, moet je kijken, hier. Ah, lol, nice. Dus hier moet even een doorgang doorkomen. Mij lijkt het super cool. Ja, ga jij nog kleuren kiezen, anders ga ik het doen. Ga je spullen kiezen of niet? Doe maar. Oké, maar lijkt het echt super handig om met heel veel stoned clay te werken. Dat lijkt me super handig. Dat is wel mooi, ja. En dan vooral die wat donkerdere opvallende kleuren, zoals rood, groen. Dat zijn echt van die kleuren, geel, dat soort... lol, het is toch stoned clay? Stained clay. Stained? Ja, steen. Hé? Nee, snap je niet? Oh, stained, met een i. Grapje, ja. 1 april. Oké, deze is heel mooi om mee te bouwen. Oh ja, slash wand. Let's do this. Let's world edit. Oh god. Deze twee passen bij elkaar. Je moet kleuren bij elkaar zien te pikken die bij elkaar passen. Kijk, dus deze past hier ook nog bij. Hey jongens, ik ga world editen. En deze kan heel goed hierbij. Ik maak nu een rijtje van kleuren die bij elkaar passen. Als je het niet mooi vindt, dan moet je het maar zeggen. Ja. Die passen bij elkaar, deze passen bij elkaar en hier past deze heel goed bij. Slash kut. Boom! Oh, rustig! Yeah. Kijk, great. Engels. Nee, dat weet ik hoor, knippen. Kijk, zo. Lichtgrijs kan nog. Ik vind oranje vind ik nou niet echt een kleur, maar oké. Dat is iedereen zijn keuze. Hoe doe je met world edit blokjes plaatsen? Dat je zegt van hier wil ik een blok hebben. Die puntjes zijn slashes.
Dus stel, 5 is het idee van hout. Je kan ook gewoon wood typen hoor. Maar, of planks, weet ik veel. Wie heeft dit nou weer gebouwd dan, dit stukje? Wie heeft die andere rij met objecten gebouwd? Andere rij met objecten? Ja. Oh, ik zie al wat Giel doet. Die gaat nu zo'n dakje maken. Oh, dat is echt knap. Ik snap echt niet hoe dat in elkaar zit. Waar ben jij? Waar is Eva nou weer dan? Ik ben wacht. 6, 6, set. Wacht, ik wil gas. 6, 6, set. Ah! Boom. Waar ben je dan? Slijsterpij. Ja. Jezus, ga je hier al bezig? Ja, ik ben... Hallo, ideeën? Mag ik meteen uit? Ja, ja. Dan hier wil ik ook een huisje op. Maar als je nou hier komt bij mij, hè? Kom eens bij mij. Ja, ik kom eraan. Eerst zie je mij hier? Pst. Hallo, hier. Yo. Nee, hier. Kom in, oh ja. Okay. Als we nou hier... Kijk, dit zijn de kleuren waar ik zeg van... Dit zijn nou echt Chinese kleuren waar je een huisje van maakt. Deze, met die groene, met grijze. Dit zijn kleuren die nog kunnen, maar... Hebben niet mijn voorkeur. Dat zou nog eventueel als een paar objecten kunnen. Maar als jij nou even hier met mij... En dan ga ik even zo doen. Hier een plateautje maakt. Hier. Kijk hier. Gewoon even een klein plateautje zo uitwerkt. Oké. // want. En dan klik. En dan klik. // set 1. Dat is steen. Kijk. Zo. En als je hier nou je eigen lantaarnpaal opbouwt, zoals jij hem vet vindt, kan Giel die gewoon copy-paste en plaatsen waar hij maar wilt. Oké. Ja? Heb je al een idee? Nee. Nice. Wauw. Nee, lantaarnpaal, daar heb ik nog niet echt aan gedacht. Nee? Oh, ik heb wel een idee. Ja, wacht, met die in de andere... We wachten. ik moest even aan denken aan iets anders. Van die ballonnen, weet je wel, die in de lucht hangen, dat is ook cool. Hoe heet dat ook alweer? Doe je ding. Jij hebt daar je plateau, ik heb hier mijn plateau, oké? Oké, gaan we een beetje spelen. Ja, helemaal goed. Wat moeilijk. Ik heb wel een ideetje. Ik ben Aziatisch, maar ik zou niet weten hoe ik dat zou kunnen creëren. Nee. Dat is wel goed, of niet? Ja, Eva is druk aan het denken. Hoor je ik ben dit? Altijd druk aan het denken. Lampionnen, ha! Moest je daar nou serieus over nadenken? Ja, nou echt? Ik zeg bijna niks, rustig. Ja, rustig. Ik ben heel rustig. Ja, maar is het nog Chinees, Japan of Aziatisch? Ja, geen idee. Ik vind Chinees vind ik mooi, maar ik vind Japans ook wel, is ook wel iets anders. Ja, maar hoe wil je het noemen? Weet je wat, noem het Aziatisch? Ja, ik noem het Asian. Ja, was ik ook van plan. Oké, want ze zei dat het een Chinese stad was in het begin. Dus ja. Dat wil ik even... Nee, noem zoals Eva het wil, ja? Asian City! Heb je er al een naam voor? Asian City. Oh my god, really? Dat is wel origineel, Eva. Ja, heel origineel, ja. Ja. Je krijgt punten voor de origineelheid. Dank u. Noem je dat niet originaliteit? Ja. Daarom zeg ik ook voor de origineelheid. Origineelheid. Dat is echt lastig, hoor. Dit is echt lastig. Very nice. Ik heb mijn element gevonden. Oh. Spannend. Het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Nee, maar ja. Game mij, ja. Hè? Ja, nou ja, mooi antwoord. Ja. Takje erop. Ik ben ook aan het puzzelen. Mooi zo. Dat is, ik denk dat je druk bezig bent, dat is goed. Kan allemaal. Ja, als je niet echt een builder bent, dan is het... Nee, kijk eens. Ja, ik moet even nog... Kan je hier ook omheen doen? Kan je niet te snap? Oh, kan je... Jij, voor een redstone ding moet je sowieso een redstone erin hebben, anders triggert hij niet, of wel, Giel? Mm-hmm. Nee, we moeten er een PC in. Oh, dat is super lullig. Hoe ga je dat doen? Yep. I don't know. World Edit? Ja, kan je een ding gewoon trappen zonder... Wacht even, waar zijn jullie mee bezig? Hè? Hier. Heb je geen idee van dat die aan is? Ik daar op, ja? Ik heb mijn World Edit, kan maar gewoon. Ja, dan moet je hem... Wat dan nou? Ja, zeg het. Ja, dat moet je even zoeken. Ga je maar even verder, hoor. ik ben gewoon lekker mijn ding aan het doen. Ja. Maak je om mij geen zorgen. 124, dan selecteer het blokje wat je wil. Dus, ja, dat daar wat daar ligt. Ja, dan selecteer hem met je bel, dus links en rechts. Ja. En dan doe je /set en dan spatie 124. Giel, wat vind je van mij, hè? Ja, heb ik gedaan. Moet ik nog. Oh, jullie lopen vast. Ja. Oh. Nou? Oh. Hij is wel leuk bedacht, hè? Ja, maar ik zou in het oranje anders doen. Qua kleur. Oh, oranje andere kleur? Of rood of donker, want het is geen oranje. Kijk hier nog maar even. Ik weet niet, Eva. Ik heb geprobeerd, maar... Ja, dat is moeilijk. Nou, ik vind mijn op zich best goed gelukt. Eva is not amused. Oh. Zo klinkt het. Nog steeds beter. Ik heb nog niet gekeken, dus ja. Oh. Je mag kijken. Wil je hem zien? Ik vind hem op zich best wel mooi. Ik vind de kleur niet zo mooi. Nee? Te veel. Wat te veel?
Dit is typisch, dit is typisch Aziatisch, door twee van die lumpia ballen eraan te hangen. Oh mijn god. Nice. Ja, jij doet precies hetzelfde. Ja, maar dat is toch wel even wat anders. Hoe doe je dat aan de onderkant? Ja, ze hangen toch overal van die lumpia ballen aan? Oh, ik moet hier zo'n speciaal dingetje hebben. Ik ga nog maar ik heb het toch wel wat anders. Ik heb wel wat andere dingen. En dan zeg ik van, het mooie is, hey, we bouwen allebei een beetje iets totaal anders. Dus dat is goed om te weten. Ik heb hier misschien wel planten. Even kijken. Dus aflevering plantaarnpaal. Tenzij jij nog hele mooie ideeën hebt voor de mensen die kijken, dan kom maar gerust met je idee. Zo. Doe nou jou een beetje naast wat. Dat mag, denk ik. Echt? Oh, een naaapstuk. Nee, puur om even te kijken hoe dat eruit ziet, maar dat ziet er raar uit. Maar dat is het nadeel, als je zo'n ding ertussen hebt, dan is die veel te groot. En zo is die op zich best wel mooi. Dus wat je dan kan doen... Ik heb weer een ander idee. Je hebt de onderkant al gedaan, ik heb de onderkant nog niet gedaan. Ja. Ga ik ook even doen. Wat ga ik met de onderkant doen? Ik ben goed aan het helpen. Je bent goed aan het helpen. Is dat zo? Goed helpen. Boom. Hey, nu vind ik mij er wel wat mooier. Klopt dit? Ja. Oké, mooi. Maar even, dit is echt lastig. Het gaat helemaal lekker. Iemand die wil keuren? Ik ben niet van de vleeskeur. En het is sowieso niet mijn stap, dus. Dan vind ik die je nu hebt gemaakt. Ik weet niet, die stenen moet je er niet bij doen. Ja, juist wel. Kijk, dan maakt het af. Kun je eruit komen? Hè? Nee. Eva heeft volgens mij een ander idee dan dat ik heb. Ja, ik ben iets... Aangezien het Eva's stadje is. Ja, daarom zeg ik ook. Ik breng alleen die dingen. Mine. Holy shit, dit is fucking vet, Giel. Ja, wat vinden jullie ervan? Ja, heel cool. Oh my god, hoe de fuck doe je dit? Holy shit, man. Echt gewoon uit je... Enige wat ik mis, is eigenlijk van hier van die... Wat rood. Nee, kijk. Oh nee, er zit al rood. We kunnen zo kleuren aanpassen, hoor. Ik mis... ik had toch... ik had hier zo'n dingetje staan. Deze kleur mis ik. Wat, weet je wat ik mis? Dit. Ik zal het je laten zien. Ik zet hem even hier nu. Maar ik mis hier, Giel. Je kan hem zo terugzetten, hoor. Ja. Ik mis hier zo'n punt. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik. Die moet ik nog even beter maken. Zo. Hij is nu heel klein. Wacht even, kijk eens zo. Ik zou hem niet te ver doen, in ieder geval. Nee, dat doe ik ook niet. Maar dat je... Kijk, dat die... Ik, ja, weet je wat is? Ik zal dat, hoor. Dat goud is... Dat wordt meestal bewaard voor de... Echt voor de... Elite buildings. En ik weet niet of Eva dit als hooggebouw wil. Want deze is nog aardig klein, snap je? Kijk, dus dat je dit krijgt. Oh. Ja, dat is een beetje overdreven, maar ik snap het. Nee, maar het is niet mooi, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Zo'n, zo'n ronding erin. Snap je? Mag heel nog, nu mag het dan nog heel klein zijn. Er moet een hele blok op, Giel. Er moet een hele blok op. Ja, oké, maar ik wou hem even... Ik doe hem helemaal heel! Ja, dan dus moet hij naar binnen lopen. Nee, maar dit is geen elite building. Nee joh, niet zo... Nee. Het heeft geen krul dingen. Tuurlijk wel. Die al die huisjes hebben meestal een krul. Nou. Ja. Waarom gebruiken we niet gewoon de ster? Maar dat kan niet, want het is een punt. Hmm. Laten we maar eventjes nu zo. We kunnen hem altijd nog aanpassen. Nou, ik vind hem heel cool. Ja, sowieso. Ja. Nice. Alleen zou ik meer met clay gaan spelen? Dat kan. We kunnen... Zie je een bol daarbinnen? Wat voor kleur moet het worden? Ik zou clay doen. Ik doe stained clay. Dus de white stained clay. Ja, heb je dat? Nee, is cool. Ja. Dus een beetje crème-achtig. Nee, dan kun je beter van die quartz gebruiken. Kan ook. Quartzblok. Ja. Quartz, dat is veel chiller. Kan ook. Oh, ga je dat... Blok hier? Of quartz. Je boom. Nee. Niet? Nee, is te vierkant terug. Oh ja. Kan je de... of is dit? Dit is quartz blok. Ja, dat is quartz. Dus die witte stained clay? Ja, maar dat is niet wit. Dat is nee, maar doe eens. Ja, wat is het idee? 159. Ik maak geen grap. Ja, oké, dat kan wel. Het past precies bij de stijl. Ja, dat kan nog wel. En het mooie is, Giel die heeft alles in hout gebouwd. Op den duur ga je dit ook nog in andere houtsoorten bouwen. Ja, ik vind heel erg, wat ik echt Japans vind, is dit. Ja, dit is meer... Deze. Wat? Waar ben je? Hier, achter je. Kijk, hier. Dat vind ik zo Japans. Ik wil dan van die huisjes maken dat je echt... Echt met dat, inderdaad, met dit hout, dit licht hout. En dat je van die sofa schuifdeurtjes hebt, weet je wel. Echt die typical... Giel, kan jij dit eens veranderen? Huizen. Kan jij eens het spruce wood veranderen naar acacia? Of dark oak wood naar acacia? Ik denk het. Kan je dat met een makkelijke command doen? Niet helemaal, maar... Uh-oh.
Omdat we hebben ook sideways dingen. Maar het komt wel goed. Replace. Wij willen wel helpen hoor. Je kan toch undoen. Ja, dat is waar. Oh, nu komt het moment der waarheid. Zal het gebeuren of niet? Lekt iedereen of zo? Handjes in je haar. Gillen, schreeuwen. Paniekerig. Gaat hij het redden? Wow, dit is fucking vet. Ja, alleen die sideways dingen nog. Maar ja. Hey, dat kan met Holy dan. Shit! Dit is echt fucking vet, Giel. Dit is meer een beetje de ouderwetse. Ja, ik zou dat wel aan gaan houden. Ik vind het echt super vet. Ja, of je moet zeggen dat je niet wil, dan kan Giel undoen nog. Ik weet het niet. En anders, ik help Giel nu even met aanpassen van die overdwarse dingen. Ja, doe ik. Nou, Giel, moet je kijken. Ik vind het wel echt super vet hoor, dit hout hierbij. Nou, wat denk jij, Giel? Ik vind het wel vet. Ja, oké. Okay. Hé, die gek Dutch Turns heeft er nog niet altijd van die domme ideeën. Nooit gezegd. Dit is wel echt super vet. Weet je waarom? Omdat het heel lichtelijk is. Komt die lichte kleur binnenin komt heel goed uit. En die rode ook. En het dak ook. En op zich, ik vind dat dak ook vind ik nog helemaal niet zo lelijk erbij. Eigenlijk. Nee, dit lijkt een beetje de ouderwetse stijl van Japan. Dit is heel cool gemaakt. Ik heb ook echt alleen maar Japan. Ja, Japan is lol. Dit is echt heel cool gemaakt. Ja, heel vet. Heel vet. Alleen moeten we nu nog een beetje de boel landscapen. Mensen, allemaal hartstikke bedankt. Mocht jij nou een tof project hebben wat ik zei, ga dan even @TDT-server volgen. Linkje staat hieronder in de beschrijving. Stuur jou een idee daarheen door middel van een tweet. Even naar @TDT-server. Je mag ook @DutchTurms erbij in linken. Maar in ieder geval, dan gaan we gewoon de volgende aflevering gaan we iemand uitzoeken. Hopelijk zie ik je volgende keer weer bij een nieuwe City Builders. En zoals ik gewoon zeg, ik tegen de mensen altijd. Ciao!